dit is toch puur geluk. En het zijn twee fantastische meiden die net een maand een kindje hadden. Ja, dat is lastig. De kunstenaar achter de reizende foto-expositie Legale Liefde, ter viering van het 20-jarig jubileum van het homohuwelijk, is geschokt nadat in de nacht van zondag op maandag zijn foto's van LHBTQI-stellen, die nu aan de oever van de Sloterplas staan, werden beklad. Dit is van een andere categorie. Er is niet zomaar iemand langsgekomen in de veelstift die een snoertje heeft getekend. Hier zijn bij iedere nek strepen getrokken. Dus dat laat niet heel veel aan de verbeelding over, zeg maar. En dat raakt diep. Zeker ook bij de geportretteerde zelf. Sinds april trekt de tentoonstelling door de stad. Alleen Noord staat nog op de agenda, maar Nieuw-West heeft dus een twijfelachtige eer. In die andere 5 stadsdelen is dat helemaal fantastisch gegaan. Super positieve reacties. Hele mooie gesprekken zijn daar uitgekomen. Dus dat moet ook gezegd worden. En het gebeurde steeds niet, laten we het zo zeggen. En hier binnen 2 dagen dat het is neergezet, is dit aan de hand. Ja, fraai is het niet, hè? Nee. Nee, je moet een anders leven ook gunnen. Ja, precies. Frank Genoeg, vinden die gesprekken nu dus ook plaats? Ja, ik vind het heel erg wat er gebeurd is. Ja. Dat zeg maar al die foto's zeg maar beschilderd zijn. Dat kan gewoon niet, vind ik. Wel even Nederland, toch? Maar ze zijn gek in hun kop. Dat is het gewoon. Dat is toch iemand... Nou, waarom? Waarom? Ik weet het niet. Ik denk dat het ook allemaal afhangt van opvoeding, hè? Het hangt allemaal van thuis af hoe je thuis wordt opgevoed. Want ik bedoel, als je keurig wordt opgevoed, dan doe je dit soort dingen niet. Aangifte bij de politie is vanmiddag gedaan en Koppe Jans en de stichting achter het project overleggen nu met de gemeente of vanaf vrijdag, als er weer nieuwe herstelde foto's hangen, beveiligers een oogje in het zeil moeten houden. En dat is zelf ook alweer heel erg verdrietig natuurlijk. Hè? Ja, dat is natuurlijk van de zotte eigenlijk. Maar ook in Nederland, ook in Amsterdam, dus nodig, nog steeds, 2021.